iets in de buurt zit. Ja, het lijkt erop dat hier Schotse hooglanders geweest zijn. Ja. Vandaag volg ik een workshop natuurfotografie. Ik ben een beetje een sniper. En dan hoop ik thuis te komen met het perfecte plaatje. Het heeft allemaal te maken met het juiste moment pakken. Dus afwachten en zelf ook jezelf steeds verplaatsen van naar links en naar rechts. En maar zorgen dat het dier op de juiste plek in de foto terechtkomt. Prachtig, hè? Ik zou nu iets naar achteren gaan. In coronatijd zijn we massaal de natuur ingegaan. Voor een wandeling, om te fietsen of om te fotograferen. En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Goedemorgen. Het is nog maar 7:05. Ik ben nog niet helemaal wakker. Een tijdje. Ik heb een afspraak met fotograaf Henry van Vliet. Al 15 jaar struint hij de Veluwe af om de mooiste foto's te maken. Goedemorgen Linda. Leuk dat je er bent. Hier op de, bij Delenwoud zijn we nu. Met deze beauty shots valt hij regelmatig in de prijzen. Hij mag zichzelf de eerste Lowlands Photographer of the Year noemen. Dankzij deze foto. We gaan straks een eindje wandelen en hoop ik dat we wellicht iets heel moois tegenkomen. We zijn nu zo'n beetje met zonsopkomst al. Dus de omstandigheden zijn best mooi. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Ik zie trouwens dat jij een hele mooie blauwe jas aan hebt. Ja. En blauw is de slechtste kleur die je aan kunt trekken in de natuur. Oké, nou dan ga ik dit aan doen. Klaar. Ja, goede pet. Ja toch? Ja, gaan we. Waar let je nou op? Nou, wat je eigenlijk doet is continu een beetje in de verte staren. Of er niet iets beweegt, of er niet ergens een hert loopt. Want rond deze tijd komen de herten, die komen eigenlijk van de heide af. En die begeven zich dan naar de dichtere bosgedeeltes om daar te schuilen. Dus als je geluk hebt, dan zie je de herten bewegen. Kijk, dat tegenlicht hier is wel heel mooi, hè? Je ziet die structuur in het landschap. Je ziet al die pollen en die grassen. En een paar dooie bomen die dan van achter opgelicht worden door de zon. Ja, dat is eigenlijk al heel erg fotogeniek. Hier al eentje maken dan? We zouden hier al een hele mooie foto van kunnen maken. Oh, kijk Linda, daar in de verte staat een Schotse hooglander. Oh, wauw joh. We gaan kijken of we dichterbij kunnen komen en dan gaan we proberen of we daar waanzinnige foto's maken. Wat je eigenlijk wilt, is dat je een dier fotografeert in een landschap. Want als je alleen een dier fotografeert, je kunt heel dichtbij bijvoorbeeld de Schotse hooglanden komen, dan is elke volgende foto eigenlijk dezelfde foto. Want je fotografeert een Schotse hooglander, een Schotse hooglander, een Schotse hooglander. Terwijl het landschap en de situatie, de lichtomstandigheden, die wisselen elke dag. En dat maakt de foto zoveel mooier. Nou, ik kies nu een heel laag standpunt. Dus ik ga op mijn knieën zitten. En dan probeer ik dat dier mooi in het landschap te fotograferen. Ik heb hem nu heel mooi in het shot. En heb je nog een paar eenvoudige tips om echt een mooie foto te maken? Ik heb duizenden tips om een mooiere foto te maken. Maar wat bijvoorbeeld bij dieren heel goed werkt, hè, zoals bij Schotse hooglanders. Dan moet je eigenlijk plat op de grond gaan liggen. En dan kijk je een beetje op tegen de Schotse hooglanden, waardoor zo'n dier heel groot lijkt en heel imposant. Een beetje een sniper. Het is super tof om te doen dit. Vooral omdat de natuur zo mooi is en omdat het geweldig is om die beesten in het echt tegen te komen. Maar het vergt wel veel geduld. Wachten totdat hij een beetje leuk in de camera kijkt. Ik ga vaak de natuur in met een plannetje. Ik heb vaak al een plannetje. Ik heb al een idee van wat zou het toch fantastisch zijn als ik die en die foto op die en die manier zou kunnen maken.
En vervolgens hoeft er alleen nog maar een onderwerp in die foto te verschijnen. En dat kan dus inderdaad zo'n Schotse hooglander zijn, of een edelhert, of een vos, of whatever. En dan heb ik die foto te pakken. Maar laat maar zien wat je tot nu toe gemaakt hebt. Je bent al een tijdje aan het fotograferen en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je aan het doen bent. Oh jee, oké. Nou, eens even kijken. Sommige foto's, vooral die waar de Schotse hooglanders tussen de takken staan, dat zijn hele een beetje rommelige foto's. Maar deze is wel mooi. Nee, je ziet inderdaad heel mooi dat lichtrandje. Mooi in de setting. En wat ook wel mooi is dat je het dier rechts plaatst, zodat je links nog een beetje ruimte houdt. En met die drie silhouetten van die eik op de achtergrond is dit wel een leuke foto. Kom maar, kijk een keer omhoog. Ja. Oh, mooi. Mooi kun je hem niet krijgen, denk ik. Prachtig, hè? Ik zou nu iets naar achteren gaan. Ja, dit is mooi. Oh, wel geweldig. Oh, hij poseert echt voor jou, hè? Ja. Dan gaan we weg. Oh, mijn hartslag, joh. Echt, die gaat flink te keer nu. Oh, deze kwam wel heel dichtbij. We hebben natuurlijk vandaag hartstikke leuk gefotografeerd, de Schotse hooglanders gefotografeerd. Die hebben lekker meegewerkt gelukkig. Maar ik wil jou graag nog een opdracht geven, helemaal los van mij. Dus dat je helemaal zelfstandig gaat proberen om een hele mooie foto te maken van een wild dier. Dat ga je opnemen tegen Arjan Almekinders. Nou, misschien wel de beste natuurfotograaf van de Veluwe. Nee. Wat? Ja. Echt? Ja. Arjan Almekinders werd Veluwe-fotograaf van het jaar met deze foto. Geen kinderachtige concurrentie. Daar moet jij het tegen opnemen. Dus ik ben heel benieuwd wie er straks met de leukste foto thuis komt. Oh my god, oké. Oké, Arjan, dus tegen jou moet ik het opnemen. Ja. Mag ik je wapen even zien? Oké. Ja. Sorry. Succes. Ja. Als ik wil winnen, moet ik met iets origineels komen. En een plek kiezen waarvan ik zeker weet dat er wilde dieren komen. Een vogelhut. Ik heb afgesproken met een man die viral ging met de winkelende eekhoorn. Ja, als dat geen perfect plaatje oplevert, dan weet ik het ook niet meer. Oké, Albertje, jij bent een man van de ideeën. Wat gaan we doen? Ik heb het idee bedacht om een vlot te maken. Dus ik heb hier een vlotje gemaakt. Dus ik ga hem zo in het water leggen. Ik leg er wat noten op en dan gaan we eens kijken of de eekhoorntjes erop durven komen. En die noten zijn voldoende om ze te lokken? Ja, ze komen echt op de noot af. Maar hoe zorg je dan dat ze blijven zitten op dat vlot? Dat gaat heel snel, dat doen ze eigenlijk niet. Ja, ze zitten er even een moment op om een noot te pakken. En soms dan eten ze de noot wel even op. Dus dan zitten ze wat langer. Maar heel vaak is het zo, dan pakken ze de noot en hup, springen ze er weer af. Dus we moeten heel snel zijn. Dus je moet heel snel zijn met fotograferen, ja. Dit is de vogelhut? Dit is de vogelhut, ja. En hier zit jij graag te fotograferen? Ja, hier vind ik het heerlijk om hier een dag door te brengen. Lekker in de natuur. Oké, Albert, hoe werkt het? Moet ik mijn camera hier installeren? Ja, en nu is die klaar? Nu is die klaar voor gebruik. Ja, we zitten er nu al een kwartier. En ik heb nog niks gezien. Ja, vogeltjes. Vogeltjes, ja. Mijn eekhoorns nog niet. En het kan ook heel goed zijn dat er een tijdje helemaal geen vogeltjes komen, geen eekhoorns. Roep jij anders even wanneer we weer kunnen? Ook was al bezig, ja, hij kan. Ja, daar komt hij weer. Ja, daar is hij. Oh shit, hij pakt de noten dus alweer weg. Had jij hem ook op de foto? Ik had hem ook, ja. Mooi hè? Prachtig. Maar wat gaat dat snel? Oh, daar komt hij, daar komt hij. Oh, wauw. Hij blijft me terugkomen, geweldig. En nu zit hij daar te eten. Ja. Oh ja. Het licht is ook heel mooi nu. Heel mooi. Fantastisch. Leuk hè? Nou, volgens mij heb ik al wat. Ik denk dat ik hier wel wat mee kan hoor. Ja. Ja. Na uren te hebben gewacht op de eekhoorn is het moment van de waarheid daar. De beoordeling. Heb je mijn kaartje? Dankjewel.
Oh, dat is leuk. Eekhoorntjes. Ja, eekhoorntjes zijn super fotogeniek. Fantastisch om te fotograferen. Ik heb ook het idee dat het aardig goed gelukt is. Ja, ziet er redelijk scherp uit. Ik kan even een beetje inzoomen. Nou, ja, ook hier ligt de scherpte weer net voor de eekhoorn. Je ziet dat het gras eigenlijk veel scherper is dan het eekhoorntje. Ja, je moet eigenlijk echt gaan oefenen op het scherpstellen. Dus het scherpstellen op de oogjes van het eekhoorntje. Want in dit geval zie je dat dat eigenlijk niet scherp is. Ik heb nu een foto van de Schotse Hooglanders. Kijk, hier zijn we eigenlijk om de Schotse Hooglander heen gelopen. Daar zijn we benaderd vanaf de andere kant. En dan zie je dat je in één keer heel veel details ziet. En ik zie ook dat je hier goed opgelet hebt, want je hebt een lager standpunt genomen. Je hebt misschien op de grond gezeten. Ja, waardoor het dier heel imposant in beeld komt. Hier is diezelfde koe zich aan het krabben, lijkt het. Ja, dit, als ik heel eerlijk ben, is dit meer een leuk moment dan dat het een hele mooie foto is. Ik denk dat dit je mooiste foto is. Dit is een hele mooie, krachtige foto van een waanzinnig mooi dier. Dus ik denk dat dit nou ja, in ieder geval een foto is waar Arjan zijn borst voor nat moet maken om daar überhaupt aan te kunnen evenaren. En of Arjan zijn borst heeft nat gemaakt. Dit zijn zijn pareltjes. Kom maar op met de uitslag, Henry. Wie is de winnaar van het perfecte plaatje op het Delerwoud? Ik heb nu net Arjan's foto's bekeken. En eerlijk is eerlijk. Arjan's foto's zijn toch net even een klein stukje beter. Echt? Dus hij heeft gewonnen. Dit is denk ik de mooiste uit de serie. Ja, de winnende foto. Ik heb nog zo mijn best gedaan. Hoi Linda. Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik ben een workshop fotografie aan het geven op IJsland. Ik hoorde dat ik gewonnen heb. Fantastisch natuurlijk. Ja, het zou ook wel zijn als ik van jou zou moeten verliezen. Hè? Ik baal dat ik verloren heb, maar je bent natuurlijk een terechte winnaar. Gefeliciteerd, Arjan. En drink er een biertje op in IJsland.